Yes, yes. Tof dat jullie kijken naar deze nieuwe update video. Dit is een gewone update video die ik natuurlijk normaal gesproken ook in de ochtend upload. Maar dan met een andere huisstijl. Dus dat betekent net eventjes wat andere edits. Zoals we gisteren natuurlijk ook in de video hebben uitgelegd. Heb je die nog niet gezien? Klik eventjes op het i'tje. Maar goed, we gaan natuurlijk met deze video beginnen. We beginnen eigenlijk altijd op deze manier. We beginnen direct met de item shop. En misschien kunnen jullie dan beginnen met... duimpje omhoog. Abonneren kan natuurlijk hier beneden. En zak te veel gevraagd in de item shop natuurlijk als je iets gaat halen. We zien toffe dingen hoor. We zien namelijk natuurlijk weer de speciale skins die je helemaal kunt customizen. Namelijk de Backlash, de Blastoff, de Dynamo Dancer, de Firebrand. Zo kunnen we nog wel eventjes doorgaan. Natuurlijk hebben we ook een daily. Ja, de Moisty Merman, de Twist, de Double Cross, de Ground Pound, de Hot Stuff, de Bionic Synapse. En we zien ook nog andere dingetjes. Ja, het is gewoon een dikke item shop. Nog steeds met die custom skins. Heel erg veel mensen hebben onze code daarbij gebruikt. Heel erg bedankt. Bijvoorbeeld Bart, thanks a lot. Tigo, jij ook heel erg bedankt. En niet te vergeten Otto. Ook een hele toffe skin gehaald met onze code. Goed, laten we doorgaan naar het eerste topic. Ik heb best wel wat nieuwtjes. Dus ja, laten we direct gaan starten. Ja, en het eerste dingetje gaat eventjes over een leak, namelijk van de Birthday 2020 Wrap. En dit is een aparte, namelijk deze komt er als het goed is binnenkort in. Maar het aparte is de verjaardag van Fortnite, volgens mij Battle Royale, die is op 25 juli. Dus waarom krijgen we nu pas die wrap? We moeten die waarschijnlijk unlocken door middel van het doen van een challenge. Natuurlijk houden wij jullie up-to-date met wat je precies moet doen, maar op dit moment niet meer informatie. We krijgen die wrap binnenkort, trouwens geleakt door Fortnite Fevers. Goed, laten we dan gaan naar het volgende dingetje. Ja, zoals jullie weten, Apple die is nu een beetje anti-Epic Games. En die heeft Fortnite dus uit de App Store verwijderd. En ze hebben eigenlijk één dingetje vergeten. En dat is dat er op dit moment nog reclames gaande zijn op Apple Music. Jawel, van Astronomical, van natuurlijk Travis Scott. En ja, die reclame is nu nog steeds gaande. Dat is wel grappig om te zien. Ik weet niet of Fortnite ervoor heeft betaald of dat Apple dit gewoon doet ter promotie van hun eigen store. Geen idee, maar ik weet... ja, vrij zeker dat dit een foutje is in verband met die rechtszaak die op dit moment gaande is en alles rondom Fortnite. Dus ja, ik vond het wel grappig. Laten we doorgaan naar het volgende dingetje. Ja, dingetje. Dit is een best wel groot dingetje. Namelijk PlayStation gebruikers gaan weer blij zijn hoor. Namelijk als je PlayStation Plus hebt, dan krijg je binnenkort een Celebration Pack. En die is geleakt. Wat krijg je erbij? Nou, als eerste krijg je deze wrap. Die is natuurlijk super tof. Daarnaast kun je deze pickaxe krijgen. Gratis over niks dus ook hè. Een pickaxe en een wrap. Not bad at all. We hadden natuurlijk gehoopt op een skin wat we ook in het verleden hebben gezien. Maar nee, jammer genoeg niet. Laten we doorgaan naar het volgende topic. Ja, dit is eventjes een geniale clip van Nick A30. Namelijk, hij heeft iets gedaan in Creative, volgens mij. I don't know. Laten we gewoon eventjes gaan kijken. 2, 1, go! My game almost crashed. What the heck? World's fast. That's actually like the most satisfying thing I've ever done, guys. I'm so happy right now. Yes! Ja, hij heeft gewoon 69 spelers in één keer gekilled. Hij had in één keer een Victory Royale. Dat heeft hij heel erg netjes gedaan. Dat zag er echt heel erg satisfying uit, naar mijn mening. Dus ja, ik vond het wel een leuke clip om aan jullie te laten zien. Laten we doorgaan naar het volgende dingetje. Ja, en dit is gelijk het laatste dingetje. Dit gaat namelijk eventjes over Face Jarvis. Vorig jaar is Face Jarvis natuurlijk verbannen in verband met hacken. Ja, hacken had hij gewoon niet moeten doen. Dat was heel erg dom van hem. Hij had er een video over gemaakt dat hij ging hacken. Toen is hij verbannen permanent. Dus dat betekent dat je nooit meer terug kan komen. Maar Jarvis die kan het gewoon niet meer houden. Hij wil zo graag Fortnite spelen. Dus wat heeft hij gedaan? Hij ging live. Hij ging vannacht live. Maar oh, wat dom. Wat dom. Namelijk, hij ging live, hij ging Fortnite spelen. Hij had voor al zijn naampjes en zo, waar de naam te zien was, had hij een zwart streepje. Maar kijk wat er is gebeurd. You guys are gonna let me know what's going on. If you see something on Twitter, where it could be a bad thing for me if I'm getting sued, just let me know in the chat, something like that.
Ja, Face Jarvis is gewoon binnen 10 minuten ongeveer verbannen. Echt binnen no time. Ja, ik weet niet hoe ze het hebben gedaan. Waarschijnlijk gingen ze gewoon echt heel erg goed checken van welke match zit hij. Bladibladibla. Dat kan Fortnite waarschijnlijk heel erg goed checken. Dat hebben ze gedaan. Ze hebben hem gelijk weer verbannen. Misschien konden ze het ook zien aan het IP-adres. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar ja, Jarvis kan gewoon nooit meer Fortnite spelen. It's just... There's nothing I can... Als die jongen online komt, bam, gelijk een ban. Tenzij hij misschien bij een vriend speelt en niet live gaat, weet je wel. Dan kan dat misschien wel. Maar ja, anders, dan hebben ze, ja, heeft hij gewoon een groot probleem. Want hij wordt gelijk verbannen. Zijn manager was trouwens ook niet blij. Die wou gelijk dat hij ging stoppen met streamen. Want ja, het is natuurlijk tegen de Terms of Service van Epic Games. Dus ja, misschien komt u nog in de problemen. Dat zou kunnen. Ik ben benieuwd. Dames en heren, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Smash jou natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. En geniet eventjes van de nieuwe outro.